Wie deze zomer gaat zonnen op het Waalstrand bij Nijmegen, loopt niet meer het risico ineens een paard met zijn neus in de picknickmand aan te treffen. Staatsbosbeheer heeft besloten ervoor te zorgen dat de paarden niet meer bij de stranden rondom de eerste drie kribben vanuit de stad gezien kunnen komen. Met een rooster en klaphekken wordt voorkomen dat de paarden te dicht bij de recreanten komen. Als het mooie weer is afgelopen, gaan de hekken weer open, zodat de dieren weer langs het hele Waalstrand kunnen lopen. Vorig jaar leverde de aanwezigheid van de koninkpaarden de nodige problemen op. Omdat die dieren gevoerd werden door recreanten, zochten ze steeds vaker mensen op. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat twee paarden gedwongen naar een andere locatie moesten verhuizen.